Bart, elkander leren kennen tijdens zaalvoetbalmatchen en je bent een beetje gebeten door loopscholingen. Hoe dat je kinderen eigenlijk beter kunnen leren lopen? Leg dat een keer uit. Een van de zaken waar we vanuit M2 in werken is specialisaties rond die loopscholing. Je kunt ook zien bij ons op de achtergrond is een kleine demo over van wat is de bedoeling van loopscholing? Wat willen we bereiken met die loopscholing? En nu zijn we vooral aan het werken op een paar basisaspecten van houdingstraining, wat erin zit, dat ook zien. Contacten, verschillende delen van je loop-ABC, van je sprong-ABC komen eigenlijk dan ter sprake. En we gaan al gaan werken op blessurepreventie. Dat is eigenlijk het grote woord, of eigenlijk de rode draad doorheen de specificatie van de loopscholing. En dat is nu een jongen van rond de 15 jaar, dus is dat de leeftijd waar je dat moet doen of kun je daar ook vroeg mee beginnen? We beginnen eigenlijk van 7, 8, 9 jaar kunnen we beginnen met ons, maar dat is puur om prikkels te geven, om die hersentjes te gaan trainen. Om dan eigenlijk na de PHV, na je grote groeispurt, om eigenlijk alles opnieuw te gaan resetten. En dan ga je slungelige fase, zo gezegd, ga je eigenlijk een groot stuk gaan inkorten. Daardoor. Dat is eigenlijk waarom dat we van kortere leeftijd beginnen. We gaan ook werken aan die core stability. Maar op een speelse, leuke manier gaan ze dat gaan ontwikkelen. Volledige ontwikkeling, niet enkel op de benen, maar een volledige ontwikkeling. Zoals ook tijdens opwarming of tijdens de inleiding eigenlijk is aangetoond. En op die leeftijd gaan we verder werken. Gaan we detailcoaching gaan doen. En gaan we ook vooral in die nodig gaan corrigeren. Ja, want dan ga je een bepaalde houding aangenomen hebben, een zithouding gaan we proberen te corrigeren door een kantenbekkeling enzovoort. Dus dan met die specialisten gaan we echt wel gaan kijken, details, en dan ja, die kleine procentjes gaan we proberen te gaan bereiken om die verbetering te hebben. En nog een laatste vraag, Sken. Dus kan elke club dat integreren? Dus eigenlijk kun je daar simpelweg een coach op zetten die dat kan doen? Of vind je van, ja, dat je dat beter specifiek laat overlaten aan iemand? Ik ben zelf ook physical coach van opleiding en iedereen werkt met physical coaches. We hebben een idee hoe dat moet, ik heb een idee hoe dat moet. En dat is belangrijk om te hebben binnen je club, je moet dat hebben. Maar je hebt iemand nodig die heel specifiek kan werken. En dat is een atletiekcoach. Een atletiekcoach heeft zijn jarenlange ervaring, hij heeft het zelf gedaan. 14, 15, 20 jaar hebben die ervaring. Die kunnen het tonen, die kunnen die analyse beter doen, die kunnen beter gaan kijken. Dat puntje, daar gaan we op werken en hoe gaan we het gaan doen. We hebben daar een idee van, we kunnen ze begeleiden, we gaan vragen wat dat ze moeten doen, we gaan kaders scheppen. Maar uiteindelijk de detailcoaching en de specialiteit, dat is voor atletiekcoaching en zo. Oké, mooi. Het is voor elke club, voor elke partnerclub een atletiekcoach aannemen en alle jeugdspelers stromen door naar deze ploeg. En we komen met plezier een demo geven, als jullie dat wensen.